gesubsidieerde vogelkerkenhout daar allemaal in de gaten, hè? Met zoiets zien ze duidelijk vliegen. Trouwens, het pak dat ik nou aan heb, is niet gesubsidieerd. Maar ik glimt van Jan Baks. Hartelijk dank, Jan. Dat ik me nou ook in pak gedaan heb. Dames en heren, Lint is één grote vogelbroeiplaats. En met midden in het dorp het vogelhuis. Het bastier van de vogels. Els kijkers hebben we het meeste. Bosuilen die zijn er ook nog wel weg. En een zeldzame vogel is verder de kerkuil. Waarvan wij er ook in hebben. En wat denkt u van de grauwe en bonte vliegenvanger? Van de merkentuter? En van de boomkruiper? En van kontenkruipers, die kan niet altijd tegen. Wij hebben ook politieke vogels. En met heldklochten willen die dragen komende maand allemaal nestelen in het vogelhuis. Maar er zijn maar 11 nestkaartjes. Wij hebben dus maar plaats voor 11 eieren. Met rijden naar de boerenbond. Daar werden ze gescout. Men hield ze tegen het licht aan en dan konden zien of er een beulheid tussen zat of in mijn dun schaal. Zelfs als ze maar iets of wat gedutst waren, werden ze al afgekeurd. Wij zullen nog zat te schouwen hebben voor de 21ste wedstrijd. Het is wel met die politieke vogels. Het heeft veel weg van een kietendooi. Door bescheiden de bovenste heen ook al weg de onderste. Ik heb mijn verder een gat zet in beert tegen men. Een wind zegt ja, allemaal uit de vogelen, hoe dat een goeie Brussel bij mekaar konden krijgen. Dat waren moeilijk, zei Piet. Ik zeg ja tegen Pieter, en Pieter wat nog moeilijker zal zijn, om ze bij mekaar te houden. Piet roept wel hard over zijn Brussel, maar het is nog maar de vraag of er iets uitkomt. En komt er iets uit? Dan word ik alle kuikens nog in hem, hè. Zeg, ja, vogelkuikers waren al teruggevlogen, zit ik tegen Pieter. Ik wou me niet goed zat uit de verre. Jawel, zei Piet, maar hij was zijn vleugels te wijd uitslaan. En nou heeft hij zelf eieren voor zijn geld gekozen. En ik zeg, jawel, Bart Stam, is me dat toch een handelswijs om zoiets te doen met die mens? Jaarlang bij jullie in de nest gezeten. Weliswaar onder in de nest, maar hij zat er toch in. En trekvogel voor het CDA geweest. En nou maken jullie er een vertrekvogel van. Dat een pijnlijke beslissing en een hard besluit was. Maar dat je ook de strijd tegen de tijd verloren hebt. Ik vind het erg voor jou. Dat moet je gerust weten. Moet die mens daar thuis gewoon zitten, kan die plaatjes gewoon zitten draaien op zijn pick-up. Van Mieke Telkamp. Waarvoor? Waarheen? Wat nou Wim van Aert? Die zou bij het CDA lokvogel worden. Hij is er nou nooit neergestreken of hij moet maar opschuiven in de nacht voor
geagiteerd, zeggen ze dan. Woord maar woord. Die politieke vogels vechten als kinderketelbühners. En ze vliegen er net op en ze een hoorn op in de kroezel los. Pastoor, zou wij gaan hebben dat we meer met elkaar accordeerden. Zondags in de kerk zit je al tegen ons. Mensen accordeert toch met elkaar en wenst elkaar de vrede. Wenst elkaar de vrede en geeft elkaar de hand. En neem is die ook maar één hand uitstek. Het is net als die vele uren is in het pistool. Maar met kost bij kost zit die uren zullen ze. En nou komt er dus een ringlijn verslaagd uren in de kerk. Het wordt een heel goede lijn. Alles weg wilt horen, kunnen horen. En weg niet wilt horen, dat hoort ik gewoon niet. Heel hard horen, wat wordt dan graai om van tevoren door in mijn wijwater te druppelen. Het je kunt tegen betalen gratis afhalen, daar ik ook mee. Alles kon gerestaureerd, het geld op, de pastoor vertrekt en er komt geen kiet meer in de kerk. Maar de dorre is toch wel op in het licht. Een actie van Daniels, fijn dat hij in beweging kwam. Bij de punter weer de dorreverlichting officieel ontstoken. Alles onder het motto, veel kleintjes en maken lichtwerk. 10.000 gulden beurde de pastoor die avond. En de punter ongeveer 5.000. Die 10.000 gulden zijn er 50 mensen bij elkaar gebracht. En die namen hebben de pastoor allemaal op een papiertje staan. En dat papiertje, bij die namen stuurt hij op naar de hemel. En de rekening van ticht stuurt hij naar die mensen die niet op het papiertje staan. De woorden van de zwarte Janus mens te gebruiken. De zwarte strop stopt trouwens met de politiek. Hij zet er een streep onder. Maar met een streep op de Ezelaarse straat zijn mooi deur gegaan. Wat stond eigenlijk te duur? 10.000 gulden voor een lichtbol in de Blutstraat. Daar had Willem geen moeite mee. Maar met 60 cent de meter voor een wit streep, daar komt die heel veel geld. Die is mooi doorgegaan met die streep, hè? Achteraf gezien had het nog goede kopper kunnen en had ze geen streep over te hebben. Ze hadden weg gewoon wit kunnen maken en was ze streep gewoon hebben, hadden ze gewoon zwart kunnen laten. En als ze dan nog met een stiplijn gewerkt had het nog meer geschild. Trouwens, bij fractie Bressers kwam ook een paar meivogels bij. Rien van der Laar het Kaasteren wil ook naar het vogelhuis. Hij heeft ook op zijn nestkaasje gemunt. Het zou volgens mij de eerste keer zijn dat er dan een mal erop gemist is. Studenten. En Mario Knoops doet ook weer mee. 12 jaar rotslid en 2 maanden getrouwd. Ik zie nog tegen hem dat je trouwgeld bekend niet meer wet was. Maar hij ziet dat hij gewoon wel langer gewacht heeft
totdat de meeste kooi weg waren. Mijn merk hem zat gewaarschuwd, maar merk zal er wel achter komen. Lijkt allemaal schoon en aardig met mijn trouwen. Maar man, het is net hetzelfde als mijn broekbis. Het blijft maar even zwaar. Franske van de koertjes eigen druk. Franske de kuster eigen druk. De Franske van de koertjes, dat is nog eens een helle vogel. En wijzenhul. Ik vroeg hem zijn mening over de politieke vogels. Ik zeg, als jij straks gaat kiezen, Frans, welke vogel vat ik dan? Dat is moeilijk, zei Franske. Maar ik denk een kruid. Want die kunt beter vatten dan een kaartje. Op het vogelhuis is het ook druk. Het college van BTW heeft het erg druk. Niet het college van BNB, maar van BTW. Burgemeester Toon en Willem. Had het misschien wel BMW, burgemeester Mario en weet ik veel. Donders kent ook binnen WNW gezeten hebben dat er sneller en vlugger gewerkt moet worden. En Toon vond dat ook, dat vlugger gezeten dan gedaan maar. Theo Lezies, die vond het een goed idee. En die ziet verdere initiatieven met belangstelling tegemoet. Die Thea toch, hij doet ook mee aan de vogelverkiezingen. Hij op een hele sterke verkiezingsluist in de 20e maart. Begin de dag een stemmenijtje. Maar als dan weer een poets ligt, gaan ze straks de openbare werken wel voor een stuk vlugger. Een vlugger klaar te zijn, ze Willem, gaan we mechanisch zuigen. Had ik niet verwacht van Willem in zo'n techniek, de blaaier wordt op te ruimen. Het aantal bomen in toezicht, Willem, en volgens mijn laatste berekening, gaan er dan ook meer blaaier vallen. verder, zei Willem, hebben we ook een vuil waterpomp ongeschapt. Ik zeg, die hebben zeker op de rijnbaan van een anker nodig. Ik zeg tegen Willem, als die twee zakenlui de bakster van een anker daar geweten had, dat door nog voor zoveel geld in de grond zat, had die je vlak nooit van naam genoemd. Dit is die vies van Schotten, zei Willem. Oh, mijn hoela, zei ik tegen Willem. Zij hebben het Schotten gemaakt hoor, maar wij blijven lelijk met de smerk gaan zitten. We willen maar hoor, hij moest met vissen graag naar bed. Daar moest je de campagne alcohol en verkeer, dan kunnen we raken gaan starten. Willem zijn auto wordt toen ook nog niet starten. Koude motor, een wagen naar heel de nacht in terp gestaan. dames en heren, wij mogen blij zijn met zo'n gevarieerd vogelbestand hier in Kiel. We hebben boeiers zat voor de vogel. We hebben eigenlijk van alles zat in dit. Bouwgrond en gifgrond en ook een hoop dingen die niet van de grond afkomen. twee dokters en twee pastoors. Maria, Jozef en een ezel. die twee dokters en die van Laren kocht café van de velden met de grond.
Hij ziet dat je nog niet weet wat je ermee gaat doen. Hij heeft je al lang uitgevogeld in die schuttersvogel. Er komt een groepspraktijk. Hij gaat fuseren en met Marineske Baars Dingsboerke. Dat is nog niet zo gek gekeken van Marineske Baars. Nou, dan kun je bij Marineske Straat voor het zijn. Gordelrood, maagzweren, vistels, aanbijen, spierklachten en ringworm. En bij dokter Vlaren, hij is gewoon niet goed. En wij hebben ook voor twee pistolen gekend. Bossers is ook ingedreven als pistool. Hij is nostalgische pistool. En we hadden er al in. Pistool Bossers laat zich omringen de zusters van liefde. En kringen van barmhartigheid. Zij baat het niet en dan schaadt het niet. Ik heb ze een auto ook al aan de kerk zien staan. En is hij al bezig kijken hoe dat er nou een kerk van binnen uitziet. Dat is je toch te weten als de stoor zit. Misschien als vanouder geen vertrek bij Bos dan wel echt bestoord wordt hier. Komt hij misschien wel op huisbezoek? Dat overleeft niet. Dan kan hij gerust zijn men de allerlei sacramenten meebrengen. Maar als bestoors komen, brengen ze meestal niet veel mee. Veronderstel als dat deur ze gewoon dat ik dat straks bij hem zou moeten gaan bieden. Dat zou voor Bossers wennen zijn in zo'n klein huisje van de bistool. Hij is altijd gewend geweest om ruim bed te zitten. Zien ik u niet al voor u? Je zit in de biechtstoel, het schuifje geopen en je kijkt tegen Bossers zijn gezicht aan. En dat ik voor hem op mijn knieën moet gaan zitten. En dat ik tegen hem moet zeggen dat ik onkuisheid heb gedaan. En hij maar vragen aan mij. Veronderstel dat hij als pastoor loslippig is. En daarbij ik hem opbiecht dat hij het ergens anders weer ophoest. Maar dan zou ik hem wel zeggen dat hij dan ook voor de dichtgeheim heeft. En dat hij net zo zwaar weegt als zijn bankgeheim. Kortjes bij een G en werken wordt nou ook veranderd. Dat wordt bij een G kerken. En had ik gezien, daar is de kerstmisschien op Maria, Jozef en de Nezelenbiem geweest. Vanaf de Limse brief trokken ze zo naar het dorp. Ze zochten onderdak en waren op zoek naar de herberg. Overal aan ze de weg gevraagd. Bij de burgemeester en bij tandarts Puls. En bij Tom Breugel. Maar Tom was niet thuis. Toen zin naar de rand nog tegen mijn zin dat ik niet thuis was. Want ik wist de weg naar de herberg wel. Ik heb Maria en Jozef nog naar de rand ook nog gezien. Toen ze van de herberg terug waren. Och, Maria wordt zo moe. Ze kon bekend en niet meer op de nezel blijven zitten. En Jozef had het ook voor het zwaar te verduren. Die kon bekend ook niet meer. Ik dacht bij mijn eigen, ben de gen nou Jozef? Of Lazarus? Zien nog het beste uitgerust. Die had de herberg alleen maar van de buitenkant gezien. Toen ze
terugkwamen, keerde ze even heel bemind door de deur en keek zo naar de nezel en vroeg aan Maria en Jozef die hen zeker voor een briksje kunnen krijgen, of zo lang mogen gebruiken. Ja, knikte de nezel toen tegen. Allemaal net, mensen. Maar Maria, hij was niet echt. En Jozef net te min. De nezel was echt. Die had nog het meeste verstaan. Ik heb ook naar de rand tegen hem kutjes gezien. Dat is een echte Jozef. Vroeg een timmerman waar en nooit van zijn leven skort in de grond. En Marie ook, ze zat zwaar in verwachtingen en diep gesluierd op de nezel en er kwam geen stom woord uit. Goed dat ze gesluierd waar en dat ze niks in. En ze had al lang eerder in de gaten gehad dat ze de manskerel was. Ik wil het volgend jaar een levende kerst al uit gaan beelden. Zij speelde dan weer voor Maria en Jozef. En nou kunnen wij hem al opgeven een verezel of een markskaap mee te speelen. En kuppen zit dat hij zult zien. Iedereen wil meespeulen. En markskaap en ezels. Dan krijgen we meer dan dat. Dat denk ik trouwens ook wel. Ze zijn zelf al een groot van familie. Maar een groot probleem zal zijn om aan drie wijzen te komen. Maar dames en heren, het gaat eerst nog vier jaar worden. We gaan naar slimste vogeltjes weer fluiten. En vliegen het verjaar in. Liem is een schoon vogelplaats en dat mag onder geen enkele voorwaarde verstoord worden. Maar het gevaar is aanwezig dat de grote roofvogels van buitenaf ons in willen pikken en vleugellam willen maken. Als vogelaar zeg ik, laten we dan met z'n allen terugpikken, zo hard. Als we kunnen. Het jachtgeweer van de hele Driek van Oostkot is er nog. En dat geeft geen schamperschot, maar daar schieten we mee raak. En dan is noods heel de politieke kiepenkooi van Den Bosch tot in Den Haag maar overhoop. Maar wij zullen ons zeggen door de bovenste herren en niet onder laten scheiden.
rimmetjes en rimmetjes, gaan wij weer aan de zingen. Want we hossen en we springen en we maken veel plezier. Dus we zitten alle zorgen weer eens lekker aan de kant. Hoe staan nou al de wielen in ons eigen boerenstal? Op rimmetjes en rimmetjes, gaan wij weer aan de zingen. Want we hossen en we springen en we maken veel plezier. Dus we zitten. Thank you.
zachtjes de tijd. Hey, blaas er even. De telefoon dan. Ik heb telefoon. Even kijken wie het is, jongens. Hallo. Hallo met Henk Haasman. Ja. Jij wil iemand succes wensen op een podium? Nou, dat ken natuurlijk. Ik heb hier die mannen van DVG3 staan. Ken je die? Jij kent speciaal iemand van DVG3. Nou, dat ben ik toch benieuwd wie het is. Ze zijn allemaal... Nou, roep zijn naam maar eventjes. Hij was erg zenuwachtig. En hij heet Koen. Oké, zal ik hem even geven? Nou, hier is Koen, hè. Koen, ik weet niet wie het aan de lijn is, jongen. Pak maar eventjes. Dag, schat. Wat zeg je? Zie ik maar gewoon nu? Ik kom zo. En ik ook van jou. Heel goed. Hey Koen, luister eens eventjes. Wie was dat? Loes. Loes, en Loes is jouw vriendin? Ah, Loes is jouw vriendin. Zijn jullie een lange setje? Wat zeg je? Zijn jullie een lange setje? Ja, 3 jaar. Oh, 3 jaar al. Zo, leuk. En is ze lief? Is ze lief? Natuurlijk. Ja, tuurlijk, hartstikke. Hey, en jouw ouders, vinden die ook lief? Dat zal wel moeten. Ja, dat vind ik ook, heel goed. En je vader, vindt ze ook Loes lief? Ja, hij is ook nooit thuis, dus dan merk je niks van. Nee, precies, hartstikke goed, joh. Hey, dus binnenkort trouwen of? Nee, dat nog niet. Wat zeggen we van mannen? Trouwen of? Ja, zo is dat. Hey, luister, we zijn er klaar volgens mij. Alleen, ja, jullie zijn een beetje, nog niet echt uniform volgens mij. Als jullie in vel zijn, hebben jullie ook iets van dezelfde kleding aan zo. Dus het lijkt me dat we eventjes gaan winkelen. Ik heb van alles in mijn winkeltje hangen. Even kijken. Ik weet niet of dit iets is. Kunnen we het er kwijt, dames en heren? Lijken we wel leuk, hè? Lijken we wel leuk hier. Nou, denk dat je staat. Kom even een beetje voor het publiek als je er zo'n klein beetje kunnen kijken naar die mannen. Nee, dat laten we dat maar niet doen. Nee, dat is geen goed idee. Jongens, even kijken of we iets anders hebben. Even kijken. Hier, ik heb hier allerlei shirtjes. Is dat misschien iets voor jullie? Ja? Nou, zoek uit. Tas toe zou ik zeggen. Die mannen die moeten gewoon een shirt aan. Dan heb je eentje natuurlijk, hè. Het zijn allemaal leuke grote gozers. Jongen, zo'n John Geels, hè. Hey Prins, gaat dat bij jou op het veld ook zo? Of gaat het een beetje beter? Een beetje gestroomlijnd? Ja, bijna. Wat jij wil. Als je maar opschiet. Nou dames, als jullie zien wat ik zie. Mevrouw van de Prins, kom, moet je komen kijken hier. Jawel. Daar zijn er een paar, ik vind die gespierde. Hé? Nou, ik zal dit herkje even wegzetten. Nou jongens, zijn jullie er klaar voor? Kom meneer de leider. Kom jongens, want we hebben maar een beperkt aantal zendtijd.
Ik heb begrepen, we hebben liedzangers en we hebben refreinzangers, geloof ik. Twee meer, ja, daar komen ze aan. Je moet een beetje fatsoenlijk in de microfoon zingen, want anders horen we natuurlijk geen zak van. Dus ik zou zeggen, geef gas. Dames en heren, Davis Guy 3.
Zeg, ik wil even de jury even aan het woord laten. Bij wie gaat beginnen? Bij jou, Jacqueline? Ja. Jacqueline, zeg eventjes, wat vond je ervan? Ja, ik vind dat jullie er verrekkers goed uitziet allemaal. Vooral net toen die shirtjes uit waren. Dat zag er schoon uit, hoor. En die tekst, wie heeft die geschreven? Vader Abraham of? Helder. Nou, dat is echt goed, hoor. Applaus voor de tekst, hoor. Maar ik denk dat jullie op het veld zeker zo goed bent, of niet? Ja, dat toch. Mary, wat vind jij ervan? Nou, de uitstraling was zeer lichtallig. En vitaal. Nou, die kick-off was goed, joh. Was echt goed. Nou, doe vooral iedere dag iets waar je bang voor bent. Zingen. Vooral doorgaan met voetbal. Andrea. Ik zie wel dat je een club bent die niet langs de lijn staat. Die verrekkers kan voetballen en niet kapot te krijgen zijn. Je bent zelfs niet de mug om een liedje gaan te zingen. Nou, die bal die kan alle kanten oprollen, hè. Jullie komt er wel. Is die vandaag dan maar en dan zacht de Nijwijk. Dames en heren, ik denk dat hartstikke goed optreden was van DVK 3. Er wordt nog iets aangeboden hier door deze meneer, dus wil je de microfoon even vasthouden? Nou Henk, wij hebben dus de moeite genomen om dit te doen. Ik moet zeggen dat het was mijn tegendeel. Ik wil jou nog even hebben hier op het podium, want ik heb jou nog iets aan te bieden. We hebben de moeite willen nemen in besteed, neem ik. Dat is nog niet gelukt. Dus symbolisch kan er nou iets, maar de rest val ik nog. 10 euro heel veel, hè? Nou, als je niet wint, ik weet zeker dat het platina wordt. Anders koop ik ze allemaal op. Dames en heren,